Het is vandaag vrijdag 3 september en ik zit hier via Zoom tegenover Jens Lambrechts en Wim Swerts. Heren, welkom. Dag Fokker. Hey, dag Fokker. Jens Lambrechts, a.k.a. Jens Mechaniek 1, want er is ook nog een andere Jens in de mechaniek. En Wim Swerts, de zeer talentvolle tekenaar van diverse stripverhalen, waaronder Samson, maar de laatste tijd Vertongen en jouw Samson hangt nu... Hij hangt. Hij hangt op de plek waar, als er een foto wordt gemaakt van het podium van de Joker, dan zien de mensen jouw, beeld. Jouw tekening. Ja, dus, ik ben zeer dankbaar. Ja, ik ben er heel trots op dat wij een originele Wim Swerts in de Joker hebben. Ja, schitterend. Ik ben er fier op, dank u. Ja, goed. In het kader van is er nog eens iemand dood? Jazeker. Er is weer iemand overleden. We gaan weer een podcast doen als eerbetoon. Dit keer heeft het niet met cinema film te maken, maar het is een stripschrijver, een stripauteur. Raoul Covin, zeg ik dat juist? Want mijn Frans is onbestaande. Perfect. Nou, perfect zou ik het niet durven zeggen, maar Raoul Covin is een schrijver van verschrikkelijk veel stripverhalen. Is geboren op 26 september 1938 en gestorven 19 augustus 2021. Dus de man heeft een mooi leven gehad. Heeft een lang leven gehad. En heeft ongelooflijk veel reeksen gedaan. Als je zijn Wikipedia open doet, dan zeggen ze Agent 212, Arme Lampil, Bij Sjaak, De Blauwbloesem, Cupido, Cedric, De Gieren, Geraf zegt Jess Long, Louietje, De Musketiers, Natasha, De Oude Blauwe, De Paparazzi, De Psy, Draf en De Postzegels, Ram Tam Tam en Krink... Wat hè? Kinkili of zoiets? Rioolkoninkjes, Robin Hood, Kwabbernoot, Sammy, Stemper en Slof, Smeersen, Taxigirl en Vrouwen in het Wit. Dat zijn de reeksen die op Wikipedia staan. Waarschijnlijk heeft hij nog van alles gemaakt. Hmm. En om een beetje een overzichtje te hebben, heb ik samen met jullie, op jullie tips, een top 15 van albums gemaakt. Dus niet van reeksen, maar van albums. Dus er komen een paar reeksen een paar keer terug. Ik heb mijn huiswerk niet super goed gedaan, geef ik eerlijk toe. Ik heb niet alles kunnen lezen. Dat was onmogelijk. Nee, ja, alles kunnen lezen, dat heb ik sowieso onmogelijk. Maar we gaan gewoon een aantal van zijn strips bespreken. En daardoor een eerbetoon aan deze ongelooflijk belangrijke stripschrijver. Want hij was vooral gelinkt aan Dupuis, de uitgeverij Dupuis. En ik denk dat er een aantal edities van het Robbedoes tijdschrift, die eigenlijk volledig door hem ingevuld waren. Dat hij gewoon de schrijver was van alles. Wim, om met jou te beginnen. Is dat net als bij jou, dat je door had, toen je al een beetje met strips bezig was, als kind van, oh fuck, dat is elke keer dezelfde vent die dat geschreven heeft. Ik heb hem eigenlijk relatief laat ontdekt. Ik heb de gewoonte, als ik een strip kocht, dat ik daar de datum in schreef, wanneer ik die gekocht had. En ik merkte, een van mijn favoriete reeksen is Arme Lampil. Ja. En de allereerste, wat is dat, is deze, Arme Lampil. En daar staat in het Nederlands is die uitgekomen in 1977. Ja. Ik heb die in 1988 gekocht. Waarover later meer? Waarom? Nee, ja, maar absoluut. Maar, een zeer leuke strip, ja, absoluut. Ja, zeker. Maar toen zat ik eigenlijk nog in Sint-Lucas en toen heb ik Lampil ontdekt. Ja. En Covin ontdekt. En dan ben ik eigenlijk meer gaan zoeken van god, wat heeft die man nog allemaal gemaakt? En dat is onwaarschijnlijk. Uiteindelijk heeft hij meer dan 400 titels op 53 jaar getekend. Geschreven. Dus dat is 7,5 scenario's per jaar. Dat is voor een Vlaming al enorm veel. Laat staan voor een Waal. Het is inderdaad. Het is geen luie Waal. Dat kunnen we gewoon zeggen.
Ik wil alles van hem zeggen, maar niet dat hij lui was. Maar hij stond erop en hij ging er prat op. Hij bedacht zijn scenario's op zijn sofa. Ja. Dus hij heeft 400 scenario's op zijn sofa gelegen. Het is toch een beetje lui eigenlijk. Ja, in een luie houding wel. Ja, absoluut. Hey Jens, jij bent natuurlijk vooral van de Amerikaanse comics. Maar toch, ja, ik bedoel... Als je als kind met strips begint, dan kom je dit tegen. Kan niet anders. Als kind, als je zulke dingen leest... ik heb heel veel dingen door elkaar gelezen en ik heb nooit geweten dat eigenlijk bijna de helft van de dingen dat ik las, dat dat van hem was. Ja. Ik heb op een gegeven moment zelfs... Was dat themadag bij de jeugdvereniging en iedereen moest dat stripfiguur komen en ik kwam als Gerafserk. En dan vind ik dat heel grappig dat niemand dat kende. Dus het is wel knap dat dat een auteur is die heel bekende dingen heeft gedaan. En heel veel dingen dat je alleen maar kent als je veel strips leest. Ja, ja, ja. Dat is wel heel imposant. Maar ik wist niet dat dat allemaal van hem was. Ik weet dat nu pas, sinds dat hij dood is. Ja, voilà. Inderdaad. Sinds die overleden is, dan verdiep je erin. Dan denk je, wat? Al die dingen. Ongelooflijk. Ja. Goed, jongens. Top 15. Het is arbitrair. Jullie hebben een paar tips gegeven. Ik heb het een beetje in een bepaalde volgorde gezet. Ik begin... zo komen alle reeksen een beetje aan bod. Ik begin op nummer 15 met Cupido 1. Aanstekelijke liefde. Dus dat gaat over het fictieve figuurtje Cupido. Het mannetje moet de mensen verliefd toemaken. Getekend door Malik. Ik vond dat niet zo leuk. Maar ik ben ook de doelgroep niet. Maar ik had er niks mee. Maar is volgens u dan de doelgroep? Baby's, denk ik. Nee? Helemaal niet. Die Cupido-figuurtjes worden als baby's getekend. Maar eigenlijk, het gaat echt over... Je zou dat voor tieners of voor twintigers die prille liefde hebben, kunnen dat al verkopen. Dus spreek ik uit mijn job. Maar dat ging altijd over hoe je de liefde... Eigenlijk, pubers kunnen daar een beetje mee weg... Als ze niet goed wisten waar ze met hun gevoelens naartoe moesten. En soms, het maakt ook heel grappig dat soms de ene op iemand verliefd werd, waar hij niet op verliefd mocht worden. En dan moest Cupido het gewoon uitleggen bij, blijkbaar, ik denk dat dat God was, want het is lang geleden. Ja, Sinterpieter. Sinterpieter was het, juist. En dat maakt het altijd heel tof. En ik denk dat aan het doelpubliek voor zo'n strips, tieners zijn. Ja, en misschien meisjes ook. Dat het eerder een soort meisjesstrip is. Ik heb als jongen er een aantal gelezen. Fokker. Ja, maar dat kan, hè. Jij bent ook een beetje genderfluïde, jij. Hè? Maar okay. Heel twintig, heel twintig. Geen probleem. Het is schattig getekend. Je kunt niet zeggen over de tekeningen. De tekenstijl is schattig en leuk. Maar ik ben een oude cynische man van 50, dus misschien is het ook niet... Maar ja, ik weet ook niet tot hoe lang hij het geschreven heeft. Maar uitgebracht bij Dupuis, Cupido, deel 1, aanstekelijke liefde. Ik was niet direct heel erg aangestoken, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat het meeste van hem bij Dupuis is uitgegeven. Ja, deuren. Ik denk, ik gevonden heb, alles. Ja. Ja, op één ding na, daar komen we zo op. Maar dat is iets een beetje obscuur. Op nummer 14 heb ik gezet, om het gewoon wel te benoemen, De Koude Gordel van Robbedoes en Kwabbernoot. Dat is album nummer 30 van Robbedoes en Kwabbernoot. Natuurlijk na Franquin. Ik denk dat er vlak na nog iemand anders het getekend heeft. Denk ik. Fournier, kan dat? Ja, inderdaad. Ja. En het is natuurlijk heel moeilijk om in de schaduw of in de, hoe zeg je dat, in de voetsporen. En inderdaad, daar Franquin en Fournier er een tiental gemaakt. En die waren oké. En dan hebben Covey heeft er 3 geschreven. Geschreven door een Nick Broca. En dat is nummer 30, nummer 31, nummer 32. En nummer 32 bezit ik niet. En ik denk dat dat de minst slechte van de 3 is, eerlijk gezegd. Maar ik heb De Koude Gordel en het is niet supergoed. Het is matig geschreven en nog matiger getekend. Was dat het eerste van die 3 dat er moest doen? Want ik heb wel De Zwarte Doos en die is al iets beter getekend ook. En ik denk ook dat ze dan ook... Maar ik had ook het gevoel dat daar ook wel het een en ander mee te doen was.
dat zij bijvoorbeeld Graaf Rommelgrem niet mochten gebruiken. Zij mochten heel veel personages niet gebruiken. Dus het was echt Robbedoes en Kwabbernoot en de Eekhoorns Pip, denk ik. En daar hield het ongeveer op. En al de coole bijpersonages die door Frank Ken waren bedacht. Ik weet, volgens mij mochten ze die niet in de strip steken. Maar ik denk dat de stiltemakers nog wel meevalt. Maar die heb ik niet. Dus ja, die kon ik er niet in steken. Dus... Eerlijk gezegd, ik wist niet dat Covin Robbedoes verhalen had geschreven. Drie stuks. Ja, een paar. En dan, vanaf album 33, is het door Tom en Jean-Ri. Hopelijk juist uitgesproken. En ja, daar ben ik zeer grote fan van. Want ja, die eerste Virus is supergoed. Die Malle Marilyn vond ik goed. Komeet van de Tijd is een van mijn favoriete albums van Robbedoes. Niet Franquin. En dan hebben die De Terugkeer van Z. Een heel grappige, waar Zwendel terug in komt. Dus ja, Tom en Jean-Ri hebben zeer veel goede Robbedoes albums gemaakt. En daar komt vlak hierna. Dus dat is natuurlijk een beetje lullig. Maar Komeet van de Tijd is een van mijn favoriete Robbedoes albums. Ja. Die heb ik ooit als kind in Frankrijk gekocht. Want daar was die juist uit. En ik verstond daar geen hol van, maar toch vond ik het een goede album. Later heb ik dan de Nederlandse versie ook gelezen. Maar ja, zijn jullie ook wel fan van Robbedoes en Kwabbernoot, neem ik aan? Ik ben altijd grotere fan geweest van de kleine Robben. Van de reden. Ook van Tom en Jean-Ri, hè? Ook van die andere twee. Ja. Puur omdat ik daarmee ook weer ben opgegroeid. Toen denk ik dat ik dat 10 of 11 was. En dat sprak mij meer aan, omdat ik dat... Ja, ik was ook verliefd op die juffrouw, want die zag er goed uit. en ik had het ook niet met een turnleraar. En dat was graaf. Dat was heel herkenbaar en dat vond ik wel tof. Had jij ook ruzie met de turnleraar, of wat? Ja, ja, toch als ik moest turkers moest lopen, in ieder geval. Ja, kleine Robben sprak mij eigenlijk ook meer aan. Maar nadien ben ik wel Robbedoes en Kwabbernoot wat gaan lezen en kon ik het uiteraard meer appreciëren. Mijn lievelingsRobbedoes zijn ook die van Tom en Jean-Ri. Ja. Dat is de periode waarin je opgroeit en waarin je ze leert kennen waarschijnlijk. Ja, natuurlijk Z van Zwendel en Schaduw van de Z, die twee Frankrijk-albums, ja, die zijn legendarisch. En als ik ooit nog eens, want daar zijn ook mannetjes van, denk ik, en zo van die helikoptertjes en shit. En elke keer als ik daar in een of andere stripwinkel zie staan, dan jeuk mijn portemonnee. Maar ik doe het niet. Ik heb genoeg rommel. Ik heb onlangs moest ik toch de hele Mannen op de Maan, flauwekul van Kuifje, toch hebben, want dat kon ik niet aan. Maar goed, op de 13e plaats. Waarvoor dank, Fokker, geen probleem. Graag gedaan, je had er gelukkig ook genoeg. Op de 13e plaats heb ik gezet Vrouwen in het Wit, of in het Wit, nummer 1. Berkovici, zeg ik dat juist? Berkovici, ja. De tekenaar. En Covert natuurlijk de schrijver. Over dingen die zich afspelen in het ziekenhuis. Verpleegsters en verpleegsters in opleiding. En wel heel lollig getekend, vind ik dit. De tekenstijl is heel, heel tof. Ja, enorme neuzen, hele rare mannetjes. Eigen stijl. Ik moet heel erg denken aan die mannen van die motards. Zeg het eens, die motorreeks. Ja. Je weet wel wat ik bedoel, hè? Baar team. Ja. Joe Baar. Ja, Joe Baar. Ja. Ja, dat is er na dingen. Ja, Joe, voilà. Ik denk dat allemaal zo'n beetje af is gekeken van Frankrijk op den duur, dat die grote neuzen er zo als zijn ingekomen, zeker? Ah ja. Dat weet jij beter. Frankrijk is de god, hè? Iedereen wil zich daarin spiegelen. En als je zo kunt tekenen, dan is dat wel een compliment, als ze dat zeggen. Hè? Absoluut. Ja, ik vind dat niet slecht. Ik vind dat best leuk. En het heeft ook wel wat cynische humor en dingen die eigenlijk niet door de beugel kunnen. Dus die Vrouwen in het Wit reeks is wel eigenlijk heel leuk gedaan, hè? Ja. Ik vind het vooral heel slim dat je zoiets weer bedenkt. Laat maar zien hoe gevarieerd dat hem is. Of het was een opdracht natuurlijk. Dat kan ook dat de redactie dat gevraagd heeft. Maar ja...
om een doelpubliek aan te spreken dat nu misschien geen strips leest, maar dat je met zoiets afkomt. En ik neem aan dat dat wel ergens in een boekje zal gestaan hebben ook. Dat zijn typische gags, dat je... Ja, het Claire van de Flair, het ook en zo. Dus zoiets... Ja, maar ik denk dat dit gewoon in de Robbedoe stond, hoor. Ja? Ja, denk het wel, dat dat gewoon in Spirou stond. Ja, maar misschien ook... Ja, nee, hij had zo'n idee van we gaan verschillende beroepen eens uitkiezen en daar een strip rondmaken. En de psyche van psychiatrie. En wat is het allemaal, psychiaters? Paparazzi, wat is het allemaal? Schitterend. Voilà, daar hebben we nummer... ik ben al de tel nu al kwijt. Dit is nummer 12 dan, zeg ik. Dit is nummer 12, inderdaad, de psyche. Dat staat op 12, heb ik dat op 12 gezet, omdat ik heel fan ben van de tekenaar, die Bedu. Maar eigenlijk is het niet heel goed geschreven. De verhaal is, dit is Psy nummer 1, denk ik. Verder nog iets? Dat is denk ik nummer 1. Nee, dit is nummer... dit is niet nummer 1. Maar goed, nummer 1 is, heeft u een probleem? Dit is nummer... Ik kan het zelfs niet zien, jongens. Ik ben echt blind. Nou, misschien 11 waarschijnlijk. Nummer 11. Nummer 10, sorry, pardon. Heeft u verder nog iets? En de verhaaltjes... Het gaat natuurlijk over psychiater. En het einde is altijd dat hij zelf gek wordt. Dus dat is een beetje... dus de setups zijn leuk, maar de punchline is bijna elke keer dat hij zelf gek wordt. Ja, zeg maar Wim. Nee, maar dat heeft hij met arme lampil ook. Hè. Hij eindigt altijd op hetzelfde. Hè. Je begrijpt dat toch niet, zegt hij altijd. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar ja, dus Bedu is daar Turk, de tekenaar van Clifton. Ja, juist. Klopt. Van die Engelsman, die een... Ja. Wat is dat? Is dat een dat is een lord gewoon, die een avontuur beleeft. Ja, inderdaad. Ja, en ik hou heel erg van die tekenstijl. Ik vind dat heel erg leuk. En dus daarom staat hij op de 12e plaats. Maar dat is niet... dat zijn allemaal een beetje... Als je moet vergelijken, dan ben ik een grotere fan van Sigmund. Dat zijn ook zo'n psychologen. Dat is qua gags simpeler. Ja. En dat is meer to the point. Maar dat zal moderner zijn, denk ik. En dat is later, ja. Wow, dat is ook al, daar zijn volgens mij ook al meer dan 20... Nu ga ik dat opzoeken. Maar ik denk dat er ook al 20, 30 albums van zijn, hoor. Natuurlijk. Dus ja, is... maar je moet tijdsgebonden zien, hè. Als je nou die Psy ziet, dat zal van wanneer zijn? Als iemand daar een gok wil op plakken. Geen flauw idee. Ik zoek het nu op, jongens. Ik denk gewoon dat je het moet vergelijken waarom dat die een populairder is dan Stander. Als je kijkt naar een tijdsgeest, ja, psychologie en mensen die durven hun gedachten of hun gevoelens bloot te leggen, ja, dat is nou populairder dan dat je daar in der tijd echt een strip van zou maken, denk ik. Ik zal je dit eens vertellen. Sigmund is bedacht in 1992 en de Psy is bedacht... In 1994. Ah, dan gewoon vergeten wat ik allemaal gezegd heb. Dus het is andersom. Covey heeft dat gewoon afgekeken van Peter de Wit. Ik moet zeggen, er is nog iemand, Ben Seys, die heeft Psy Carol. En dat zijn hele leuke cartoons. En Ben heeft ook een hele leuke humor. En moet je maar eens opzoeken, Ben Seys. Ah ja. En ik denk dat hij daar een paar albumtjes van gemaakt heeft, in eigen beheer uitgegeven. En die vind ik ook zeer geslaagd. Dat is gewoon één print, that's it. En altijd de nagel op de kop, vind ik. Oké, gaan we. Ik ken ze misschien, Jens, van Ben Seys? Die ken ik niet. Nee. Dat zegt me niks. Maar ik vind het toch de kunst dat je van zulke dingen... humor kunt maken. Hè? Psychologie en zelfs waarschijnlijk ook de dood. Hè? We gaan een bepaalde titel wel tegenkomen. Komen we zo meteen aan. Het is toch straf dat je daarmee kunt lachen zonder en dat dat altijd slaagt. Ik bedoel, je kunt er heel snel foute moppen over maken dat mensen ineens hun eigen aangesproken voelen van hey, ik heb een achtertante die in de psychiatrie zit, dat vinden we niet tof. En, maar ja, in de jaren 90 was het internet misschien nog niet zo... ik heb een stem en ik wil die laten horen, tijdperk. Dus dat dan... Op die manier wil je die man niet zo snel aangesproken. Toen kon dat nog. Ja, voilà. Toen kon er nog mee alles. Inderdaad. Ja. Goed, jongens. Op nummer 11... We gaan er vlotjes door. Op nummer 11 heb ik de nieuwe avonturen van Sammy. Deel 2. Lijfwachten en apenstreken. En eigenlijk is dat volgens mij deel 36. Dit is zo'n beetje...
Dus je hebt de nieuwe avonturen zijn een hertelling, maar eigenlijk is dat van de Sammy-reeks. En die werden getekend door Brex, denk ik dat dat juist is. Berg. En ja. Is daarna door Jean-Paul getekend. Mm-hmm. En die ken jij, Wim. Ja, natuurlijk. Daar heb jij... Daar... Jean-Paul ken ik zeer goed natuurlijk, omdat hij mij geïntroduceerd heeft in het vak. Hè. Ja. En, in, dat was trouwens nummer 33. Nummer 33, ja. Juist. En ik heb de eer gehad om in twee nummertjes van de Sammy te mogen meewerken aan de decors. Een aantal pagina's, niet helemaal. En dat is ook de reden waarom ik niet vermeld sta in het boek. Maar uiteindelijk was het ook een klein beetje de bedoeling van Jean-Paul om nadien die reeks aan mij over te geven als tekenaar. Ah ja. Daar heeft hij destijds, dat was zijn bedoeling destijds, maar door omstandigheden is het er niet nooit van gekomen. Maar ik heb dus een klein beetje mogen meewerken. En welke albums waren dat? Lijfwachten en Apenstreken en de eerste was Vriendendienst. Dat was het album ervoor. Ja, het album 32. En was dat dan gewoon als betalende opdracht? Of was dat nog als in uw studie? Dat hem dat gewoon werk op zijn studenten afschoof? Toen was ik al 6 à 7 jaar professioneel bezig. Dat was in 96 en 97. En we waren uiteraard in die periode heel hard bezig met Plop. En dat toen pas ontwikkeld werd. En Jean-Paul had gevraagd van, ja, heb je zin om een klein beetje mij te helpen met het inkten van de decors. En ik heb dat tijdelijk gedaan voor misschien 10 pagina's. Dus zeker niet het hele album. Maar Hey, hoe komt het dat het werd overgenomen door Jean-Paul? Wat Berk... Berk die is op pensioen gegaan. Ah ja, gewoon letterlijk. Dus zei, ik ben 65 en ik heb er genoeg van. Alright, cool. Want die man is vorig jaar overleden. Ik bedoel, die is nog niet zo lang. Die is 28 december 2020 is die overleden. Lees ik hier natuurlijk gewoon van Wikipedia, want dat weet ik uit mijn hoofd. Ja. Maar ja. En dan zei Covin eigenlijk van, ik heb nog verhalen. We zoeken iemand die... Want het is wel, Jean-Paul en jij dus, hebben wel echt de stijl van Berk overgenomen. Hè? Het is in dezelfde stijl getekend. Hè? Ja, en dat staat bekend onder de Leuvense school, hè, om het zo te zeggen. Hè. Dus die typische ronde neuzen en grote oogjes. En toch een hele, hele flexibele tekenstijl die fel aan de Franstalige stijl aanleunt. Ja. En die niet echt Vlaams was in vergelijking met Suske en Wiske bijvoorbeeld. Hè. Dus, ja, voor de mensen die het niet kennen natuurlijk, Sammy is een reeks over twee lijfwachten. De een heet Sammy en zijn baas is Jack Attaway. In de Sammy Day. Sammy Day in het Chicago van de jaren 30, denk ik. Hè? 30, 40. Ja. Hè, toen de hier staat het, de drooglegging. Ze dronken ananassap. Dat vond ik altijd heel cool. Omdat ze dat was eigenlijk gewoon om te zeggen, van, we drinken eigenlijk cocktails met alcohol in. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk was het ook het idee en de bedoeling, enfin, niet de bedoeling, ik had het idee om samen onder andere met Tom Bouden een soort vervolg te maken, maar om dan te verplaatsen naar de hedendaagse tijd. Ah, ja. En dan te zeggen, dat zijn de achterneefjes van de originele Sammy en Jack. En dat je ze dan eigenlijk in een hedendaagse omgeving kunt vragen. Ja, het zou vanzelf heel leuk zijn om zo ook in de jaren 70 en een beetje Taxi Driver, weet je wel, dat je zo... Ja, tuurlijk. Jaren 30 is El Capone, dat is toen, hè, dat is een beetje de El Capone-vibe, maar je kunt ook de Sopranos Mafia of de, weet je wel, je kunt door de jaren heen doen, dat zou kei leuk zijn, de Sammy van de jaren 60, 70, 80, 90. Dan ging we dat Sammy Junior heten of zoiets. Ja. Hij zou nu lijfwacht zijn van bekende filmsterren of zo. Ja, voilà. Ja. Ik denk dat dat zeker wel nog zou kunnen werken, want die tekenstijl, ja, ik vind dat je nog wel tegen de tijd tegen kan.
Allee, zeker de laatste. Ja, ja. Ja, ja, absoluut. Dat is zo. Hey, en was dat, heb je Jean-Paul er nog over gesproken? Hoe was het samenwerken met Covin? Dat ging altijd heel vlot. Maar hij had daar eigenlijk... hij kreeg altijd zijn scenario getekend. Dus Covin zelf was eigenlijk ook tekenaar. Hij heeft in Sint-Lucas gezeten. Ook aardig tekenen. Als je van hem een signering kreeg, dan was dat vaak een heel klein verhaaltje. Ik heb er zo zelf één ergens liggen. Heel, heel leuk. Maar dat was altijd in één keer het volledige scenario dat hij kreeg. En dat ging altijd heel vlot. Maar hij zei ook van, ja, kijk, als we gaan signeren of gingen signeren, en vaak was dat in het buitenland, als die mensen samenkwamen, heel die ploeg van Cox en Hardy en Jean-Paul, dus al de tekenaars rond Covin. Hij zei, daar werd nooit over het werk gepraat. Er werd enkel plezier gemaakt. En dat was echt een leuke bende eigenlijk. Maar hij kreeg het volledige scenario. Scenario ineens, ja. Ja. En ook al opgespeeld in pagina's. En dan ook al de vakjes eigenlijk. In dit vakje gebeurt dit, in dat. Ja. Volledig uitgetekend. Enfin, uitgetekend de pagina-indeling. En de teksten uiteraard. Hè. Dat is iets anders dan de Marvel method. Hè? ja. Stan Lee zei, nou, het gaat daarover. Zoek het maar uit. Ik heb een memo en dat is het eigenlijk. Ja, Spider-Man vecht tegen Dr. Octopus. 22 pagina's. Go! Nee, hij wil de dialoog aanpassen. Ja. Maar in ieder geval, dat is dus... Covin was wel, ik bedoel... Je kunt zeggen, ja, 7,5 album per jaar. Maar ja, als je wel het moet onderverdelen in pagina's, dat is wel een heel werkje. Dat is niet zomaar... Tuurlijk. Maar je deed er, denk een maand over of zoiets. Of een drietal weken per verhaal. Dan had hij toch wel nog een hoop vrije tijd. All right. Wim, ik heb nog een vraag eigenlijk. Sorry. Nee, sorry. Wat is dat dan? Ik heb dat waarschijnlijk al in een andere podcast, van toevallig misschien van de Mechanic, gevraagd. Maar voor Jean-Paul ook dan. Hoe komt die keuze dan op zo iemand? Want voor uzelf ook. Jij bent dan vertongen en kogeltekenen. Ik heb dat nu ook toegevraagd. Moeten dan als tekenaar A, waarom worden gekozen? En B, worden als tekenaar moeten dan uw hand breken en terug opnieuw laten groeien om die een tekenstijl over te kunnen pakken en uw eigen terug opnieuw te leren tekenen? Of is dat, god, dat gemakkelijk? Nee, ik denk in het geval van Jean-Paul dat dat heel voor de hand liggend was, omdat die stijl enorm... Dat was bijna identiek zelfs. Jean-Paul heeft eigenlijk weinig moeite moeten doen om Sammy in de vingers te krijgen. Dus Berk was heel kwaad op Jean-Paul, omdat hij zoiets had. Hey, jij tekent mij daar. Ah ja, ik weet niet. Daar weet ik niks van, maar... is dat ooit een conflict geweest? Of totaal niet? Was dat allemaal in goede afspraken? Want ja, auteursrechtelijk kun je zeggen... Als Berk zei, ja, ik stop met die reeks, is dat dan zo van, oké, goed, nu mag iemand anders dat doen? Of moet hij daar toestemming voor geven? Ik denk dat, voor zover ik het mij herinner, heeft Berk zijn rechten verkocht aan Dupuis. Ah ja. En heeft Dupuis dan de keuze gemaakt van Jean-Paul. Het is niet dat de rechten van Berk naar Jean-Paul zijn gegaan, dus... Maar voor de rest weet ik eigenlijk de zakelijke dingen uiteraard niet In de Amerikaanse stijl, tegenwoordig toch, liggen de rechten meestal bij de schrijver en die gaat dan op zoek naar een tekenaar die zijn ding wil doen. Ja. Dan gaat dat op de duur, als dat goed ligt, dan pakt de schrijver wel, de tekenaar wel wat rechten over. Maar buiten Marvel en DC gezien, want toch, alles is van hun. Ja. Maar die rechten zitten normaal bij de bedenker, zal ik zeggen. Hey, we gaan de top 10 in. Wim zei het juist al, Covin heeft dus zelf ook wel wat tekenkwaliteiten. En daarom heb ik dit boekje, dat heb ik echt letterlijk vandaag gelezen. Dat heet Zotico. Er staat niks op.
van voor. Jawel, jawel, jawel. Sorry. Ja. Helemaal daar. Oké. Okay. Ja, dus dat is een soort heel sympathiek getekend stripje. Door Covert zelf. Uitgegeven door Wonderland Producties. Dit exemplaar is mij geleend door... wacht, hè, dan moet ik het juist zeggen. Wijnand... Oh, heeft u weer een moeilijke naam, hè? Wijnand Desrevo. Desrevo. Wijnand Desrevo. Sorry dat ik je naam heb verkracht. Maar toch bedankt om mij dit te lenen. Het gaat over het schrijver... en de relatie met zijn spin. Dus er komt een spin naast hem. En daar babbelt hij thee mee. En dan knipt hij het lijntje door. En het is heel simplistisch getekend. Maar het is wel echt heel charmant. Iets bijzonder. Ja, iets zegt mij dat... Ja, sorry. nee, Wonderland Productions. Dat is van Luc Poelmans. Die stripwinkel Wonderland had in Hasselt. Okay. En maakte eigenlijk heel regelmatig van die speciale uitgaves. En dat waren dan op een relatief kleine oplages, een paar honderd. Maar dat kende toch wel succes bij de fans, zal ik maar zeggen. Ja. Nou ja, het is wel heel cool om van die schrijver, van die man die al zoveel gemaakt heeft, dan ook iets te maken, te lezen wat hij zelf helemaal gemaakt heeft. Ja, en de spin heet Liesje. En het zijn gewoon allemaal, het zijn leuke halve pagina gagstrips. Dus en van diezelfde Wijnand heb ik ook dit album gekregen. Het is daar de bliksem over een man en zijn stier. En het daar staat inderdaad ook een tekening van Covert in voor Ellen. En een tekeningetje. Leuk. Ja. Die mannen, Covin mocht ook niet alleen zelf tekeningen, maar ook samen met Berk dan, hebben ze ook zelfs in der tijd een fotostrip gemaakt. All right! Met hun eigen in de hoofdrol. Het deze van Robin Doe ook soms. Ik denk dat ze dat... Ik weet de details niet, maar dat lijkt zo echt alsof... Oh, we beginnen tijd, weet je wat, we fotograferen gewoon ons eigen in een Sammy. Hey, maar dan heeft hij ook afgekeken van Peter de Wit. Want Peter de Wit heeft samen met Halko Kolk ook mannetje. En mannetje was ook een fotostrip. Deze was in 1973. Oké, nee, dan waren zij wel een keer. Nee, dat is later. Dat is later. Dat is later. Goed. Op de 9e plaats heb ik het eerste album van G. Rafzerk gezet. We komen er zo nog eentje tegen. Ja. Maar deze was erin gezet door Wim. De eerste 44. Dus getekend door Covert. Geschreven door Covert. Getekend door Hardy. Heb jij die ooit... Jij hebt dat erin gezet, Wim? Je hebt die ooit ontmoet? Of heb je die... Nee. Ja, Hardy heb ik misschien wel eens tegengekomen op een of andere stripbeurs. Maar wat mij enorm aanspreekt is de enorm losse stijl, ook weer à la Franquin. Maar dan gaat het uiteraard meer over het tekenwerk. Ja. Want uiteindelijk, de gags die blijven altijd van hetzelfde niveau. En het is altijd redelijk zwartgallig. Ja, zwartgallig. Het gaat over een doodgraver. Voilà, dat vind ik toch wel knap gedaan om daar iets mee te doen en iets grappigs van te maken eigenlijk. Ja, dat is zo'n beetje ook in het kader van welke beroepen doen we. Ja. Dus aan de ene kant heeft hij vrouwen in het wit die mensen genezen. En aan de andere kant heeft hij Rafzerk mensen die dooien begraven. Dus dat is wel... Dat is een hele, en dan ertussen zit de Psy en Cupido. Dus dan heb je ongeveer het hele leven... Heb je Ja. Maar ik vond dat Hardy dat enorm knap in beeld bracht. Dat schijnt... Het lijkt heel, heel slordig getekend. Maar dat staat zo allemaal op punt. En er is geen streepje te veel of te weinig aan. En het is ook duidelijk van dat vind ik ook enorm knap, dat de stijl heel herkenbaar is. Dat je als je dat ziet, dan zeg je van, dat is een Hardy. Heel uniek, hè? Ja, heel uniek. Die wat schetserigere stijl, die wat slordigere stijl, geeft het wel heel veel dynamiek eigenlijk, hè? Ja. En dat is typisch voor de Franse stijl eigenlijk, hè? Ja. Ja, dat heb je bij die... Frans-Belgische stijl. De Franstalige. Ja, bij die vrouwen in het wit is dat ook een beetje. Dat is ook wat slordiger.
Ja. Ja. Bij die Hardy is als iets vuil is dat echt vuil. En als iets proper is dat echt proper. Of als een, ja. Je ziet zijn figuren, wat voor, puur om de tekenstijl, zie je direct wat voor een karakter dat iemand is. Ja. Ja. Als hij iemand tekent die een flamboyante, grave gast is, terwijl je weet dat hij niet zwart is, ja, je ziet dat hij zo aan dat borsthaar heen krullen, het veel te wijd open t-shirt. En je ziet er zo wat vliegjes rondvliegen zelfs, dat je denkt, dat zit hem in die details. En dat is wel heel cool wat dat hij doet. Ja, 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 ja. Dat is ook weer een goede keuze voor als, ik vraag me eigenlijk af dan, als schrijver, voor een Colvin, dat je zoiets hebt van ja, ik weet dat die dat zo gaat tekenen. Dat je dat op, als scenarist in je kop zo hebt van ja, ik maak gewoon een gek van die bladzijde, maar die tekenaar maakt dat nog grappiger, hè, puur ja. Door dat in beeld te brengen. Ja, want als dit getekend zou zijn door Lambille, dan zou dat minder werken of zo. Hè? Het is wel inderdaad de combinatie tussen die donkere humor en die tekenstijl. Een beetje. Waar Frankrijk natuurlijk met zwart kijken keihard ook deed. Hè? Dat was ook veel grimmiger, letterlijk grimmiger getekend. Ja, ja. Gewoon alles in zwarte, in Chinese inkt toe. Kun je niet anders dan het heel grimmig maken. Maar het is duidelijk dat veel mensen niet weten dat dat allemaal van Colvin is. Omdat hij zoveel uiteenlopende tekenaars zijn die in het verste verte niet op elkaar lijken qua tekenwerk. Cupido trekt niet op Geraf, zeg ik. Nee. De blauwblozen trekken niet op, ik zeg maar iets, op agent 12. Ja, pas op. Agent 212 en de blauwblozen, dat heet wel. Ja, ja. Ik vind dat je wel zo twee soorten stijlen kunt doen. Maar goed dat je het zegt, want hier heb ik toevallig de nummer... Ik wou nog even zeggen van Hardy, dat hij uiteindelijk nog een eerbetoon heeft gemaakt voor Colvin, op vraag van Colvin. En ik denk dat ergens op internet terug te vinden is. En dat Colvin dus nog een laatste scenariootje heeft gemaakt, waar hij in confrontatie gaat met de dood uiteindelijk, die hem komt halen. Ach, en hij zei wel van, Hardy vond het uiteraard zeer moeilijk om uit te werken, omdat het, ja, fijn. Het is toch heel dubbel allemaal. Maar, met het personage van Geraf, zeg ik ook, of wat? Ja, 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 ja. Aan wat is Colvin gestorven? Ja, ouderdom zullen we maar zeggen, maar Ik geloof dat hij kanker had. Toch wel, dus, ja. En dat hij uiteindelijk van de dokter te horen kreeg dat hij nog 2 maanden te leven had. Maar het juiste oorzaak ken ik niet. Maar goed, dan heb je nog wel inderdaad, als je weet dat het eraan komt, dan kun je dat soort dingen wel doen. Het is niet, als je onder een bus loopt, dan gaat dat niet meer. Hè? Dan, Het is toch wel een straffe stoot, zal ik zeggen. Want dat is ook wel zo. Het ziet er soms, ook die blauwbloes en ook die sabbie en zo, het ziet er braaf uit, maar dat is het vaak niet. Het is best, er zit wel meer in. Het heeft wel een donkere laag, een tweede laag, maar ook een wat donkere laag vaak. En dat vind ik er wel heel interessant aan. Hè? Want ik heb hier nummer 1 van de blauwbloes, We Waren in het Westen, heb ik gepakt. Omdat die, dat is de nummer 1. En die is dan nog niet getekend door Lambille. Dat is Louis Salverius. Salverius, weet het niet. Salverius, ja. En ik denk dat die bij album 4 is overleden. En dan heeft Lambille het overgenomen. En dit is... Ook heel klare lijn, schattig. Ja. En vooral heel dik, hè. Allemaal was er dik, hè. Iedereen was dik, Chesterfield was een heel dikke, hè. Het is die, als hij eerst Lambille die tekende, was hij ineens, strazer. Struis, maar niet dik, was die breed. Ja. En hier heb je een klein magertje en wat een dikkere gast. Ja. Want ja, op de achterkant staan ze al te groeien, maar En dit is wel de oorsprong van Blauw Bloesem. Ik geloof ook dat in de eerste albums dat het nog niet uitsluitend over de twee personages gaat. En dat pas later is gekomen. Maar goed, toch belangrijk. Het is ook weer straf dat je dat zegt, hè, die dubbele donkere laag. Je moet het ook maar durven. Allee, de reden waarom dat ze dat hebben gedaan is, hij moest. Hij had dat idee al langer en omdat Morris wegging bij Dupuis? Dargaud. Dargaud. Lucky Luke stopte.
ja. Bij Dupuis. Of in ieder geval, Lucky Luke ging weg uit Robbedoes. Zo, daar, ja. ging het over. En ze hadden een andere paardenstrip nodig, zullen we maar zeggen. Of een western. Western. En hij had dat idee liggen. En blijkbaar de uitgever... Ja. Weet je, ik moet het ook even wel toegeven. Ik ken dat allemaal niet, maar... Kleine reclame. In de integrale van Sammy zit een heel goed dossier waarover dat... over de... Moet ik het zeggen? Waar dat die mannen eigenlijk allemaal zijn meegemaakt. En dan hadden er nog iets beter. Het dossier Covin. Zie. Ik heb hier een heel interessant boek. Kijk, ik heb er ook. Hola. Zo slecht zijn we toch niet voorbereid dan precies. Chris de Sager heeft een dossier Covin gemaakt. En dat is een heel interessant boek over zijn oeuvre. Met alle reeksen erin, interviews met de tekenaars. Echt een heel interessant overzicht van de man zijn werk. Dus dit is wel een aanrader. En inderdaad, wat jij nou vast had, die heb ik hier ook heel leuk. Is de Blauwbloesem 47 Bies. Nancy Hearts. Dat is dit album. En daar is een album over het album van gemaakt. En dat, ja, ik hou van strips over strips, films over films. Ja. Dus strips over strips vind ik ook leuk. Stripception. En dit is inderdaad met potloodschetsen. Potloodschetsen in. Ja. En daar zie je ook inderdaad hoe Covin het aanlevert. Hoe die mannen samenwerken. De inkter, de inkleuring. En ook de research die Covin doet, dus bij de Blauwbloesem, ja, dat gaat natuurlijk over de burgeroorlog. Maar alles is wel een beetje gebaseerd op waar gebeurde elementen. Ja, je ziet dat gelijk dingen, hè? Dat was ook het ding bij Lucky Luke. Bij Lucky Luke had altijd zo een historisch stuk dat ergens van voor of van achter in de strip zat. Ja. Dat je zag waarover dat de strip ging. En dat was bij de Blauwbloesem ook, denk ik. Dat is altijd zo het historische segmentje erin staken waarover. Nou, je hebt de eerste print is altijd iets wat er mee te maken heeft. Dat is dan een authentieke print. Dat is in deze geval. Oké. Dus een authentieke print. En dat gaat dan meestal over de inhoud van die... Ik heb hier, die was door iemand op Reddit aangeraden, kapitein Nepel van de Blauwbloesem. Ja. En dat, ik hoop dan dat dit hem ook echt was. Ik weet het natuurlijk niet. Dus die gingen wel echt uit van waar gebeurde verhalen. Dus, en in het geval van die Nancy Hearts, was dat, ze weten niet zeker of het echt gebeurd is, maar ze denken dat het kan ook hoe zeg je dat? Een mythe, een legende zijn. Maar dat gaat over dat de noordelijke, die komen aan een dorp. En dat, daar zijn alleen nog maar vrouwen en die verdedigen dat dorp. Mm. En de twee hoofdroldingen, Blutch en Chesterfield, die gaan daar infiltreren. En één wordt er een beetje verliefd op iemand. En dat heeft we wel vaker. En dan zit een clue ook in, die gaan spoileren. Maar het is ook... En het is echt gebaseerd op een waar gebeurd, of een legende, of in ieder geval of wellicht een waar gebeurd verhaal. Maar toch weer straf dan, dat wou ik er juist te zeggen, voordat we begonnen te stoeven met wat we allemaal gelezen hadden en waar we ons mee voorbereid hebben. Maar dit is toch ook weer, ik ken niks van geschiedenis, ik heb mijn geschiedenisdeur net, zeker Amerikaanse geschiedenis, net door Lucky Luke, Blauwbloesem en Sammy geleerd, maar... Dat zijn allemaal donkere periodes. Hè? Sammy was een donkere periode tussen de oorlog, twee oorlogen. En deze, ja, dat gaat over een oorlog. En zeker met een rassenkwestie en dergelijke. En dat voelde niet in die strips. In die strips, als jong manneke, je zit 12 jaar en je leest dat. Ja, dat is allemaal grappig en funny. En achteraf leer je op school, is dat mega saai en mega indrukwekkend. En je mag er niet bij lachen, want dat is... Asterix heeft daar natuurlijk hetzelfde. Hè? Asterix, daar zitten ook wel veel elementen in die gewoon uit de geschiedenis gehaald zijn. Dus dat is boeiend, dat vind ik ook hoor. Ja, het is de druk, of net de kunst, om het boeiend te maken. Klopt helemaal. Ja, voilà, anders komt dat toch als mega saai een troep over. En dat is het knappe aan onze strips. Ze moeten strips geven op school. Eigenlijk wel, daar wordt enorm... Boeken. Ja, dat is waar. Je kunt er enorm veel van leren. Dat is het. Ja, absoluut.
Maar mij zouden ze nooit moeten vragen om de blauwblouse te tekenen. Ik kan gewoon geen paarden tekenen. Dus. Ja, maar, ja, dat is een belangrijk onderdeel van die strip. Ja, dat... Maar dat dingen had Lambil er ook niet geen moeite mee. Want zijn paarden zijn ook niet heel mooi, hè. Er zijn eerst niet schikkere paarden kunnen tekenen dan hem. Zijn paarden hebben heel een ronde bek. Ja, ze zijn eerder gestileerd eigenlijk. En ik vind ze wel heel knap en dat steekt toch wel goed in elkaar, vind ik hoor. Ja, ik vind dat er nog wel... Ik heb er altijd moeite mee. Ik bedoel, als hek... ik kan vragen, het niet. Ik teken een paard, dan moet ik altijd aan hek vragen. Nee, verbeter het. als ik moet vergelijken, ik vind Morrison paarden schoner dan die van Lambert. Ja, misschien wel. Misschien wel. Die zijn iets eleganter. De karakter, hè? Ja, dat is iets elegant. Voilà, komt die van Uderzo altijd heel leuk. Hey, en als hek, als het volgende scenario van Vertongen en Co. Volgens mij was er al langs een die zo wat meer Wilde Westen ding was. Was er die? Ja, er is er een geweest inderdaad met paarden. En het heeft me toch wel moeite gekost. Ik zeg, oh fuck, hek. Dat was gewoon om jou te pesten. Nee, autootjes, op de zevende plaats. Sorry. Nee, zeg maar. Op de zevende plaats heb ik Sammy, nummer 6. Ja. Lijfwachten zijn knetter. Berk en Covet, die is er ingezet door onze vriend Jens. Die had ik ook als kind. Dus dat is grappig dat jij die er ook in zet. Dus Sammy, de lijfwachten in een gek huis. Daar gaan ja, we. En toe heel hard denken aan heel veel filmscenario's. Hè, dat je iemand een belangrijke getuige moet beschermen, weet ik veel wat. Maar het is niet alleen een gekkenhuis. Het is ook ziekenhuis gerelateerd. Ja. Maar hier komt ook zo echt meer het gangstergegeven komt hier echt hard terug boven. Want om de 2-3 bladzijden is er een vuurgevecht waar het achter de hoek nog mekander ontschieten zijn. Ja. Met hun, hoe noemt dat die geweren? Dat je zo, Tommy Guns. Tommy ja, Guns. Dat vind ik zo tof erin. Ja. Ja, dat is typisch. En het heeft een heel leuk einde dat Jack Attaway uiteindelijk zelf moet geïnterneerd worden. Dus ik vind dat een zo ontzettend toffe strip daarom. Dat vond ik dat einde, dat spreekt mij enorm hard aan. Want die internatie, in het begin lachten ze ermee, dat weer altijd zo een beetje plat spaten, hè, en dat weer echt plat gespoten. Ik vond dat een hele goede strip. En, het is ook echt heel grappig. Want ik bedoel, dit is het, soms zijn die verhalen... Maar dit is echt fucking funny. Goed gedaan, echt goed geschreven. Echt ja, goed. Ze zijn continu van de ene gang naar de andere ontlopen. Je ziet dat zelfs op die cover, hè, die kerel dat ze moeten beschermen. Ja, die ligt er op die dingen. Ja, die weet dat al lang dood moeten zijn. Hè. Net door de lijfwachten en niet door degene die hem willen dood hebben. En het leuke is ook, heb ik ook gelezen, want ik heb in een historisch katern voor die strip gelezen, is het blijkbaar... heeft hem zijn eigen een beetje gebaseerd op de Godfather. Ah, ja. Maar in plaats van de Godfather te gebruiken, heeft hem een Godmother gebruikt. Ja. En hebben ze een beetje fout vertaald door haar eigenlijk net helemaal anders te noemen. In de vertaling? Ja, in de Nederlandse vertaling heet ze helemaal anders. Maar ik vond dat een super toffe strip net daarom. Net omdat ze ervoor hebben zoeken een tijd lang in het buitenland gezeten. En deze was terug een echte Amerikaanse strip. Oké. Ik vond het wel tof. Ja, ik bezat als kind 2 Sammy's en dit was er 1 van. En die andere die komen we zo nog tegen. Op de... Wacht, hè, waar zitten we nu? 5 zeker, hè? 1, 2, 3, 4, 5. Op de 6e plaats heb ik agent 212, nummer 3, verboden inrit. In het kader van, we zoeken een beroep en we maken er een strip over. De wijkagent, de agent... Ja. Een dikke man, getekend door Daniel Cox. Mm-hmm. Hier staat hij tussen een Arabier en een Aziat. En hij kan er, hij verstaat niet wat ze zeggen. Funny, grappige anti-held. Dikke agent. Niet te verwarren met agent 327. Want dat was een Nederlandse geheimagent. Ja. En daar was ik enorme fan van. En ik was een grote fan van agent 327 en toen zag ik agent 212. Toen dacht ik van, ja, dan wil ik dat ook lezen. En dan heb ik daar, dit was mijn exemplaar ook, ik denk uit de jaren 80. Dit heb ik gekocht, dat is, ja, kan ik niet zien. Maar dat is inderdaad ook in de jaren 80 gekocht. Want, ja, het is eerst, zie je, er waren toen nog, het is echt album 3 en er waren er toen nog maar 2 van. Ja.
Dus... Daniel Cox was wel gekend als iemand die echt heel traag werkt. Is dat zo, ja? Ja. Ik denk dat hij ongeveer een album per jaar maakte, hooguit. En dan was het nog snel voor hem. En met alle respect voor zijn tekenstijl, maar dat lijkt me toch vrij klare lijn en helder en duidelijk. Dus veel details detailwerk zat er toch niet. Nee, maar het deed liever iets anders. Maar natuurlijk, dat heb je natuurlijk met zulke reeksen die ook in Frans worden vertaald. Ik zeg, in zijn topperiode verkocht Covin 3 miljoen strips per jaar. Wauw! Dat is onwaarschijnlijk. Oh, shit. Hè? Dat is onwaarschijnlijk. En natuurlijk, als je dan zo'n een afname hebt of een oplage hebt, die vooral in het Franstalig gebied werd verkocht, dan kun je permitteren om 1 album per jaar te maken. Hè? Dus dat is ook de reden waarom wij Vlamingen meerdere albums per jaar moeten maken om aan een aantal te komen dat het interessant maakt om te overleven. Hè. Ja, dat is wel knap van een scenarist die eerst, heb ik allemaal gelezen in dat historisch katern, het moet niet lijken alsof ik dat al langer wist, maar dat dan de kerel was die eerst door de hoofdredacteur van Robert Does, waar we hier tegen gewerkt blijkbaar. Maar was het niet een letteraar? Plaatste die niet letters in het begin? Letteraar en ook cameraman voor de animatiereeks. En dan is zij stilaan... zijn doorbraak zijn de blauwbluzen geweest, omdat Morris vertrok. Hè? Ja. Vandaar is het... Dan is Arme Lampil gekomen en dan agent 212. En zo is dat opgebouwd. Hè? Maar hij heeft op 53 jaar meer dan 20 miljoen albums verkocht. Ongelooflijk. Dus, onwaarschijnlijk, zeg. 65 titels van de Blauwe Bluzen gemaakt. Daar alleen van al 20 miljoen. Hè? Dus nog niet van al zijn anderen. Hè? Dus daar kun je van overleven. Dat lijkt me ook wel. Ja, natuurlijk. En in veel landen vertaald. Hè? Heel overal vertaald. Dit is album 3 van Agent 212. Ik heb ook voor de volledigheid album 30 gekocht als het laatste album van Agent 212. Ik weet ook niet of die reeks nu zal worden voortgezet met een andere schrijver of hoe dat dan gaat. Ik vind wel dat de tekenstijl van die Cox minder mooi geworden is door de jaren heen. Dus ik ben wel echt meer fan van de oude Agent 212. Ja. Maar hij is dus begonnen in 1975 met Agent 212. En we zijn nu 2021. En heeft er al 30 gemaakt. 30 albums, ja. 46 jaar. Dus dat is 1,5 jaar per album. En die tekenen voor de rest niks dan, of wat? Nee. Van de Rosinski kan ik dat snappen, dat dat eerder per jaar is. Ja, dat is maar dan dat je in 212 is het al... Is het normaal? Ik ben intussen dan nummer 36 van Vertongen bezig. Ja, dat is alleen maar dit jaar. Ja. Ook weer tof, met die agent 212, is blijkbaar, ze wouden waarschijnlijk een agentenstrip, en je voelt wel dat dat in juist Flater hadden dat al een beetje, dat er vaak gags waren met een verkeerssituatie en weet ik veel wat. En dus die agent 212 hebben ze een beetje, qua uitzicht helemaal niet, maar het concept... van ik zit bij de machtsstrijd als agent en ze luisteren niet naar mij. Ja, dat hebben ze van die Vondelaar gepikt. Natuurlijk, van de Guus Flater agent. Ja, van agent, hoe noemt hij, Vondelaar? Ja. En ook heel grappig dan dat hij, die kerel, die deed niks te zeggen, hè, agent 212. Soms wint hem, maar thuis heeft hem niks te zeggen. En zijn hoofdcommissaris heeft hem niks tegen te zeggen. Dus je voelt dat je vol met frustratie zit. En dat maakt het wel heel tof. Ja, absoluut. Alright, jongens. Nog de top 5. Doe ik het juist? 1, 2, 3. Ja, top 5. Op nummer 5. Cedric, nummer 1. Naar school. Erin gezet door Wim Zwerts. Dat is één die ik niet kende.
Cedric. Dus dat is iets wat ik nooit gelezen heb. Het gaat over een jong mannetje. Ja. Ja, vertel, Wim. Ja, dat was eigenlijk een van zijn meest persoonlijke reeksen, zei Covin, over Cedric. En vroeger heette dat trouwens Stefan. Ah ja. Ik weet niet of je... Stefan, staat het bij jullie in spiegelbeeld? Ik zie... Nee. Ja, ik zie dat, maar dat wordt vertaald. Oké, okay, want ik dacht hier 0,05... dat is niet veel, hè. Nee. Dat is wel heel weinig, hè. Maar dat is tussen de natte droom van iedere stripauteur, dat er zo'n sticker op staat, 500.000 albums verkocht. Ja. Maar hoe heet dat het dus, Stefan is terug veranderd naar Cedric. Voor Covin was dat eigenlijk een beetje ja, hoe hij in verhouding stond tot zijn vader en tot zijn grootvader. En dat heeft hij eigenlijk vertaald naar de gags van Stefan, van Cedric. Ah ja, reeks gestart pas in 1999, dus eigenlijk redelijk laat mee begonnen. Ja. Getekend door, hoe heet die man, Lodek? Lodek. Is dat iemand die nog andere dingen tekende? Of... Ik denk het wel, maar ik kan niet meteen een andere reeks van hem noemen. Hij werkte ook voor Walterie, voor de Natasha strips. Daar tekende hij de decors. Ja. En er zijn ook animatiereeksen van gemaakt, hè, van dit album. Die waren ook heel, heel succesvol. Maar ik vind het een van zijn leukere gagstrips. Ja, het gaat over een jong mannetje die met zijn ouders en zijn moeder en zijn vader en zijn opa en ja, voilà. Is het te vergelijken qua... Ja, nee, ik denk dat Samson voor een nog ietsje jonger publiek is. Want Cedric is ook voor alle leeftijden, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Dus ja, vergelijkbaar is het niet echt, zal ik maar zeggen. Nee, dat vind ik niet. Weet je, samen met Arme Lampil, dat zijn situaties die hij beleeft, of in zijn gedachten beleeft, maar het leuke ook aan Arme Lampil was van als je als striptekenaar kennis maakt eigenlijk van ja, wat maken die mannen allemaal mee? Hè? Je kon je daar als beginnend tekenaar echt heel in inleven. Nu met Cedric, dat zijn allemaal leuke gagsjes, waarvan je, vind ik, aanvoelt dat ze toch iets een diepere grond hebben. Iets persoonlijker zijn. Zitten er dan zo levenslessen of boodschappen in of zo? Of... Ja, ook. Ah, toch wel. Oké, jawel. Ja, maar ja, dat vergelijk ik. Niet om de havenklap alles zus kunnen wisken, hè, maar... Ja. Maar dat, ik probeer te vergelijken. Ik kun je dat meer een Calvin en Hobbes swing ingeven of zo? Ja. Ik zou die wijzer inderdaad meer naar die richting toe laten gaan. Oké. Okay. Ja. All right. Dat is wel nog een stuk verder. Hè. Dat is natuurlijk nog iets. Dat is nummer 5. Dat is stripfilosofie, Calvin. Ja, voilà. Ja. Op de vierde plaats, dames en heren, heeft Jens gezet G. Rafserk nummer 2. En voordat we daar bij Jens over gaan... Mijn was nummer 3, denk ik. Nummer 2? Doodgaan van het lachen. Godverdomme. Nee, maar dan zet ik nummer 3 op de vierde plaats. Voilà. Bij mij heeft het vooral te maken met gewoon de reeks zelf. En dat, ik had dat straks ook tegen de Wim gezegd. Het is zo moeilijk om een top 3 te maken van iets dat je eigenlijk al een schrijver hebt die gewoon zoveel reeksen heeft gedaan. Je moet eigenlijk bijna gewoon reeksen in een top 3 gaan zetten. Dus het maakt eigenlijk niet uit welke nummer dat je pakt van Geraf. Gewoon het concept van een begrafenis, een gravendelver in Pierre Lachaise, denk ik, in Parijs. Ja. Hij zit op het bekendste kerkhof ter wereld, denk ik. Ja. Dus gewoon heel cool gedaan. Ook gewoon die moppen, dat je zo hard met de dood kunt lachen, dat ik zelfs, toen dat hem stierf, heb ik dat ook bij mij op Facebook gezet, van ja, ik denk dat hem voor hem is precies nog niet gedaan. Hè.
Nee. En dat wordt met momenten ook, met momenten in die gags ook gedaan, dat, dat er zelfs een psycholoog bij ons te pas komt die echt met een doeje moet gewoon liggen converseren van, hé, je zit dood, hè. Dat die, nee, nee, dat is niet waar, ik kan toch met jou babbelen, dit is geen, nee, is niet waar, hier is de spiegel, kijk nog weg. Dat is dan wat die een, wie was een tekenaar? Hardy. Hardy, wat die een Hardy zo goed doet, een stom vergelijk, omdat je nu je leeft in een tijd van Walking Dead. Maar ja, dat onderscheid tussen een levend personage, dat ja, gewoon een vleeskleur heeft, en een heel vale, vieze, dooie mens dat er even zit, en die toch zo ja, met een kaken ligt te babbelen alsof dat niks is. Ja, dat is hilarisch, hè. Een gag dat mij gigantisch goed bijblijft over net, hè, dat ik er straks zei, dat je een Hardy zo'n vieze, dikke vent kan tekenen met een hoop boksbeharing die in een auto zit en tegen zijn lief zegt, hey, en dan met een klakson al is gehoord, en hij duwt op een klakson dat alle kanten het gaat. En ineens komt er uit dat kerkhof een hoop mol, alleen een hoop doei, en die mensen verschieten elkaar te rijden weg, en dat een andere giraf zegt, moet zeggen, mannetjes, het laatste oordeel is nog niet hier. En dat er komt wel meer terug, dat die mannen echt zoiets hebben van, ja, we willen nog het laatste oordeel, wat is dat hier? Wij zitten te wachten op... Dus dat is hilarisch. Puur, dat gaat over dooi die precies niet altijd deur hebben dat ze dood zijn. Ja. En dat maakt het heel, heel funny. Klopt. En soms kan Pietje de dood ook meedoen, natuurlijk. Hè. De verhouding tussen Guido Rafserk, denk ik dat hem heet. Ja. Hoe heet je dat eigenlijk in het Frans? Wat is zijn Franse naam? Pierre Tombal. Ah ja. Ja. En dat is hetzelfde, maar dan is dat ook het Franse woord voor... Ah ja. Stomme vraag. Misschien Jolle gaat dat beter weten dan ik. Of dat heb ik allemaal niet gelezen in de voorbereiding voor deze podcast. Ja. Maar, is het altijd eerst in het Frans of altijd eerst in het Nederlands? Net zoals in het Frans. Volgens mij in het Frans, ja. De man schrijft in het Frans, ja. Ja. Hey, en als Jean-Paul dan zo'n ding... Was dat ook in het Frans? Kreeg die ook... Dat was ook in het Frans. Ja. Ah ja. Ja, ja, voilà. Ja, ja. Dat was altijd de eerste uitgave in het Frans en daarna een vertaling, Nederlands. Ja. 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 Dus. Nee, maar daarom, ja, stomme vraag, maar dan weet je... Nee, ja. Ja. Er zijn geen stomme vragen, Jens, alleen stomme antwoorden. Oké, top. Goed zo. Wil je nog iets zeggen over Geen Raf, zeg ik, of gaan we naar de top 3? Oh, is er nog iets dat mij heel hard bijblijft? Nee, ja... Het wordt ook vaak weer bekende personages ook erbij gehaald. Maakt het ook heel leuk, hè? Geschiedkundige personages. Ook het feit dat ze dat kerkhof gebruiken, want daar liggen heel veel bekende mensen. Ja, dus dat maakt het heel, heel tof. Hè? En toen kon er nog gerookt worden. Hè? Die liep altijd met een sigaret in zijn bak. Ja, dat is waar. Ook voor de stank waarschijnlijk van al die boys. Ja, dat snap ik. Ja, die had er echt geen... Dat waren zijn kameraden. Hè? Dat was de gast, die was op zijn eigen. Die woonde er ook een beetje verder in. Neffe dat kerkhof. En soms kwamen er knappe grieten voorbij, maar ik kon die nooit versieren omdat altijd een of andere dooi wel roet in het eten kwam. Ja. Dus dat was heel funny. Dus ja, Giraf zeg ik, stond bij mij gewoon in mijn top 3 daarom, omdat dat zo mij bijgebleven is, dat ik andere kinderen niet snapte dat ik dat goed vond, omdat die Dat je zelfs gecosplayed hebt, dat vind ik nog wel bijzonder. Ja, was ook niet moeilijk, hè. Iedereen... Gewoon een schep. Ja, gewoon een schep en een klak. En dan wil je klakken, dat was oké. Okay. En iedereen was kwaad op mij, omdat ze dachten dat ik geen moeite had gedaan. Het was per tang een heel bijzonder zicht dat ik mee op de bus zat. En dat ze op mij vroegen, waarom ben ik een schep bij? En ik zeg, dat gaan we nog wel zien op de camera. Ja, dus ja... Oh, dus ik had wel moeite gedaan. Alright, heren, de top 3. We zijn er bijna op de derde plaats. En die heb ik erin gezet, want dat is echt wel één die ik letterlijk stuk gelezen heb. Is Sammy nummer 10, Lijfwachten en Draculanten. Een Sammy-verhaal met Dracula. Ik vond dat als kind... Ik kan hier bewijzen... Dit is echt mijn originele exemplaar, maar ik heb er mijn naam zelfs in geschreven. Ik weet niet of je het kunt zien. Hier... Fokke. Het is van Fokke, jongens, deze album. En ja, dus dat is... Waar. Dat is ja, door mijn gescribbelde. Nee, dat is gewoon... dat is mijn Sammy-album. Daar heb ik echt van genoten. Het speelt zich ook af op het kerkhof. Met vampiers. Daar denken ze, maar dat blijkt dan. Spoiler alert.
enzovoort, enzovoort. Ja, dat heb ik gewoon heel graag gelezen. En dat, dat combineert eigenlijk mijn... Want je hebt natuurlijk ook deze, Sammy, Lijfwachten in Hollywood. Ja, dat combineert mijn liefde voor film en mijn liefde voor, ja, voor dingen met het personage van Sammy en zijn compaan. Dus dat, dat, ja, dat is gewoon een persoonlijke favoriet. Maar ik denk dat we het al genoeg over Sammy hebben gehad. Ja, maar het, het heet toch ook altijd wel iets, en dat is niet per se met Sammy alleen, maar dat gaat de Wim ook weten. Ja, vampieren, dat marcheert toch altijd wel in de strip. Ik kan van elke reeks, van elke Vlaamse reeks, bijna de vampiertitel opnoemen, waar de vampieren niet meedoen. Gewoon omdat die zo... Ja, dat, dat valt altijd wel even op. Is dus het niet een terugkerend personage, de Vertongen en Co, een terugkerend thema in de Vertongen... Ja, hè? Ja. Ik weet niet meer hoe ze heten, maar die komen inderdaad een stuk of twee of drie albums nog. Ja. Dus het heeft altijd succes, hè? Ik heb je werk gelezen, Wim. ik weet er alles van. Wat me wel opvalt, dat is wel even een puntje van kritiek richting Raoul Covin, is dat het zelf niet science fiction is. Nooit. He, ja, er zit een science fiction elementje in die Robodus albums. Mm-hmm. En er is blijkbaar een Sammy met robots die ik niet bezit. En daar stopt het. Dus er is, ja, je zou kunnen zeggen The Walking Dead, zombies. Maar dat vind ik geen science fiction. Dus er is nooit in een soort toekomst of ruimte. Of, het is altijd heel erg grounded on earth, de strips van de Covert. Het zou al in een nieuwe reeks moeten, hè, in de blauwbloze sci-fi gaan betrekken. Is lastig, raar. Is lastig. Sammy, ja, is Sammy jou een robot misschien? Ja, dat is dat... Juist, dat zo'n robot in een stoel zit, dat zo'n dikke die recht staat. En daar zit een glazen koepel over. Ja, ik weet welke strip dat je bedoelt. Ja, ik bezit hem niet, maar even zien, kan ik dat hier lezen? Nee, ik vind het niet. Ik kon hem echt, hè. Ik denk dat ik... Goh, weet je, dan moet ik altijd terugdenken aan dat Asterix-album waar die UFO's in terecht kwamen en die Japanse toestanden en goh... Ah, dat ken ik ook niet. Is er een Asterix-album met UFO's? Dan ga ik dat nu achterhalen. met Schwarzenegger en noem maar op. Album, want ik heb veel albums geleerd. Het geheime wapen is dat dan. Het geheime wapen, voilà. Ja, ik heb het hier net gegoogeld, hoor. Dat is het 33e... Ja. 2005. Oké, die ga ik achterhalen, want als er een album is met UFO's, moet ik het hebben. Ik denk dat ik het liggen. Ik ga eens even kijken. Weet jij inmiddels al wat het Sammy-album is met de robots? Ik ben ontzoeken. Het is niet gemakkelijk. Het stond niet in een titel. Hè. Het voelt helemaal niet. We hadden allemaal Romero, El Presidente. Dat was allemaal in het ding. Lijfwacht met acht poten. Lijfwacht met letter. Dat is ook een speciale editie van het geheime wapen van Asterix. Ja, ook een potloodversie. Oh, ondanks het feit dat het niet met een favoriete verhaal is. Vond ik het wel leuk om de schetsen te zien, maar het is eigenlijk ook een eerbetoon aan Walt Disney geweest. Het album van... Hier ziet je zo een fragment. Ja. Ah ja. Ik heb de titel van de Sammy met de robots, is gewoon Sammy 1, Robots voor de lijfwachten. Ah. Hoe? Huh? Echt, hier. Ja, oudjes voor de rij... Ah ja, eerst inderdaad. Oudjes voor de... en robots voor de lijfwachten. Dus dat zijn twee minder lange verhalen. Godverdomme, anders had ik die er ook in gestoken. Maar goed, nee, mijn favoriet is deze. Lijfwachten en Draculanten. Omdat het over... Dat heb ik echt toen gelezen en dat was gewoon gaaf. Goed getekend. Uiteindelijk zijn het niet echt vampiers, maar dat is een spoiler alert. voor een strip van fucking 40 jaar. Maar goed. Op de tweede plaats, jongens, we zijn er bijna. Op de tweede plaats, daarin gezet door Jens hemzelf, de blauwbloeze nummer 18, Hoe het begon. Ja. De prequel der prequels, dames en heren. Oké. Ja, je zit nu eigenlijk al 17 albums lang aan het afvragen waarom zo iemand als Blutch eigenlijk überhaupt met de blauwbloeze zit. Ja. Hè? Want je wil altijd deserteren en doet alsof dat hem dood is. En hij is niet heel enthousiast over de oorlog. Nee, klopt. En terwijl ten andere, terwijl dat Chesterfield net wel enthousiast is. En je komt eindelijk in die strip te weten waarom.
Ja, de ene heeft de andere een beetje ingelaast. Eigenlijk, Sint was sowieso een hoe noemt dat, als je iemand bij het leger inlijft? Draft. Draft. Ja, ik weet niet hoe je dat anders zegt. Ze gingen in ieder geval, de truc was, en ik neem aan dat dat ook geschiedkundig wel ergens op gebaseerd is, dat ze eigenlijk venten op café gingen zatvoeren om die dan een document te laten ondertekenen dat ze ingelijfd waren in het leger. En dat is exact wat er bij hun gebeurde. Nu, aan de ene kant, de andere had dat wel nodig, want anders moest hem gewoon trouwen met iemand dat de mailman niet wou. En de andere had een café en die voelde zijn eigen er goed, maar die was ook mee op de lappen gegaan op den duur met Chesterfield. Ja. En Blutch heeft zijn eigen daardeur mee moeten signeren en bleek dan ineens wakker te worden van achter op een wagen. Nou ja, mannetjes, gang eraan. En sindsdien wou die dat niet. En dat vond ik heel tof, dat dat eindelijk is. Ja, prequels, dat vind ik altijd tof. Als het een goede prequel is, wou je dat je ineens meer te weten komt, dat past. En hier paste dat, vond ik heel tof. In dit geweldige album, het dossier Covin, wat ik gelezen heb. Wij zeggen dossier, Fokker. Ja, maar het is Covin, dus het is ook dossier. Alright. Daar staat in dat er, ik denk voor een of ander, ofwel voor een album van Robbedoes tijdschrift, ofwel een of ander, dat er een kort verhaaltje is geweest over hoe ze elkaar ontmoet hebben, of hoe dat eerst was. En dat hebben ze non-canon gemaakt, zodat ze daarna hoe het begon hebben. Dus dat ze dat eigenlijk, de origin story, hebben herteld. Dus dat oorspronkelijke verhaaltje is een heel ander verhaal. Hoe het zo is gekomen. Ik denk dat het er zelfs in staat. Ik denk dat dat dit is. Vrolijk weerzien. En dat gaat over iemand zijn vader. Ze komen zijn vader tegen en dan blijkt die niet in een. Want in de werkt hij in een slagerij en hier niet, maar jawel. Nee, album werkt hij in een slagerij. In het album is het in de slagerij, maar in dit in dat kort verhaaltje niet. Dus ze hebben dat kort verhaaltje net gedaan dat er niet bestond en dan hebben ze het album Hoe het begon gemaakt. Dat is album 18. Dan is Labiel ook op kruisstijlheid qua tekenstijl. Dat is echt ook cool getekend. Ja, ook alles, hè. Die figuren zijn allemaal matuurder geworden. Je hebt ook die historische figuren, want wat is dat? General Grant, die heeft bestaan, denk ik. Ja. Die wordt goed in beeld gebracht. En ook toffer, die Captain Stark, die kerel die aanvallen, met een dead wish, denk ik, blijkbaar. Want zelfs als je aanvalt, als de odds helemaal not in your favor zijn, wou die het toch altijd tegen. Op een gegeven moment is hij zelfs op zijn kop gevallen en kon die eigenlijk niet meer marcheren. En toch zet hij niks anders niet meer als aanvallen. Ja, in die eerste blauwbloze heeft hij ook een heel dikke... Is hij klein en heeft hij een dikke moustache. En rond die periode, de 18e dan zo, is dat echt een rauwe gast die niks liever doet als gaan vechten en iedereen de dood in wilt jagen. Dus dat was allemaal wel... Ja, Lambilde is geëvolueerd, hè. Ja, absoluut. En nu even nogmaals, de blauwbloesem is een fantastische reeks. Hoog niveau, ook van tekenstijl. Het laatste album is door een nieuw, door een nieuw team. Dat is album 65. Hoe was het nu weer? 64 moet nog uitkomen en ze hebben eerst 65 gemaakt. Ja, dus 65 is de oorlogscorrespondent door een zekere BK en José-Louis Munera of zoiets. Ja. Die hebben dat getekend. Album 64 moet nog uitkomen en dat zal dan het laatste geschreven door Covin zijn. Wat een timing trouwens. Want ze wisten dan al dat ze dat gingen doen nog voordat Covin stierf. Ze wisten wel dat het stokje werd doorgegeven inderdaad. Ja. Ook de tekenaar. Hetzelfde met zo'n integrale. Ze zijn pas sinds deze jaar terug uitgekomen met integralen van Sammy, omdat Berk waarschijnlijk juist gestorven is. Ja. En nu ineens Covin. Dus dat is zo, ik vind dat altijd dubbel, dat strips ineens goed beginnen te verkopen omdat iemand sterft. Maar dat is met platen. Dat is toen Michael Jackson overleed, ging ook iedereen een plaat komen. Toen fucking, Johnny Cash overleed, waren er mensen ineens Johnny Cash-fan die daarvoor nog nooit van die man gehoord hadden. Dus dat hoort er eenmaal bij als iemand sterft.
Ja, ja. Dan doen randebielen een eerbetoon. En dan leert iedereen. En ik hoop juist dat wij nu mensen aanzetten om die dingen te kopen en dat eens uit te checken. En, dus ik wil zeggen, tegenovergesteld beweren, Jens. Ook voor jouw ding. Dat de mensen nu naar de Mekening Strip rennen. En een album gaan kopen van Blauw Blouse of Geen Rafserk. En anders moeten ze naar de BO gaan. Ja, oké. Ik wil zelfs zeggen, voor Geen Rafserk is het vreselijk dat het inderdaad een BO is. Omdat die dingen niet meer in druk zijn. En een BO, dat is hun dada. Hè. Die zijn heel goed om dingen in hun collectie compleet te houden. Wij gaan vooral continu deuren en proberen echt alles te hebben. Zolang dat... Nee, die doen ook... Wat ik nog wel wou zeggen is inderdaad, Blauw Blouse 64 moet nog... Dus 65 bestaat naar een nieuw team. 64 moet nog uitkomen. Dat gaat gebeuren 3 november volgens die website hier. Dat album heet Waar is Arabesque? Dat is het paard van Blunch. Mm-hmm. Ja. Dus dat is het laatste album wat het team maakt. Het album 63 heb ik hier. Heb ik vandaag gekocht omdat ik het wil hebben. De Slag van de Krater moet ik nog lezen. Wat me wel opviel... Dus over de schrijfstijl kan ik weinig zeggen. Wat me wel opviel... is dat de personages ietsje minder cartoonesk getekend worden. Het is ietsje... semi-realistisch. Ja, maar nog wel altijd... Het wringt een beetje. Ik vind weer, zoals bij Agent 212 eigenlijk ook, ik vind de stijl... Maar misschien is dat ook omdat je dat toen las of zo, weet ik veel. Mm-hmm. Maar ik vind de stijl van de wat oudere albums leuker. Vind ik, hè, persoonlijk. Hè? Wat zou trouwens de keuze zijn om te zeggen van oké, de laatste album... Ah ja, voilà, dat is echt... Ah, dat is toch een beetje... Hier dus zijn eigenlijk een beetje realistische lijven met het cartoonkop erop. Het voor mij wringt het een beetje. Ja. Wat zou eigenlijk de reden zijn om te zeggen van oké, we geven 64 de laatste in plaats van 65, is toch zo... mooie afgerond. Dat het misschien gewoon letterlijk op was voor die twee. Ik bedoel... Over want in dat ene album wat jij ook net liet flapperen, het Nancy Hart album van het album, dat was nummer 47. Toen zei Covey al, die burgeroorlog is een periode van 5 jaar. Om daar 47 albums over te verzinnen, is een redelijk heftig straf van shit. En dan hebben ze er nog eens bijna 20 albums bij gemaakt. Dus dat is wel... Is wel, en een nieuw team, ja, nieuwe frisse ideeën. Ja. Misschien ook niet meer zo sterk gelinkt aan effectief een historisch feit. Ja, we zullen het zien. Ik heb het laatste album niet gelezen. Maar hoe het begon is wel echt een heel leuk Blauw Blouse album. Omdat je inderdaad een kijkje krijgt in Butch en Chesterfield. Ik heb nog getwijfeld. Zeg maar. En denk me op het idee om misschien eens een prequel te doen over FC de Kampioenen. Ja. Dat zou keigoed zijn. Tuurlijk, dat is keileuk. Die is ook voor televisie. Ik heb wel nog getwijfeld met die andere Blauw Blouse album met die twee schepen. Dat die echt zo... De rechts hadden een schip gemokt en moet ik zeggen... Ja, wat zijn die twee mannen? De South eigenlijk. Hè? Ja, de bruin en de blauw. Ja, nou, en, grijs is het meer. Ja, het grijs. Want bruin mogen we niet gebruiken, omdat het daar net om ging. Ja, dat was een beetje het deel van het conflict. Maar ja, de een had een boot gebouwd en de ander maken dat gewoon na. En dat had toch ook wel misschien dan een beetje het sci-fi kantje in de Blauwbloes. Oké. Maar ja, zo drijvende tanken had. Dat was wel. Drijvende tanken. Maar ja, misschien bestonden die wel echt, ik weet het. Ja, natuurlijk. Is dat duel in het kanaal? Nou ja, goed. Maakt het niet uit. Dus dat is Blauw Blouse. Dames en heren, we zijn bij de nummer 1. Ik denk dat we het wel weten. Ja. Oh. Wat gaat dat zijn? Waar gaat het zijn? Wim heeft het gewoon in het begin al verklapt. Arme Lampiel, nummer 1, is de nummer 1 ook. Want dat is, dat is eigenlijk de reden waarom ik deze podcast wou doen. Omdat ik zo'n... Strips over strips, jongens. I love it. Arme Lampiel gaat over een onfortuinlijke striptekenaar. En dat is, ja... Ik kan me voorstellen, Wim, toen jij dat las, dat gaat over jou, hè? Ja. Ja, voilà. Je spiegelt u daaraan, hè. En je wilt ook zelf die gags maken en meemaken en het overtekenen. Dat heb ik trouwens gedaan toen ik in Sint-Lucas zat en ik moest...
een lito maken. Ik had echt geen inspiratie. En ik heb gewoon een kopie gemaakt van Lampil, arme Lampil. En ik wist dat mijn docenten geen strips lazen, dus ze vonden het schitterend. Ze vonden het wel schitterend. Oh shit, als die nu luisteren, dan gaan die jouw diploma afpakken. Ik vrees het ook. De ene keer dat ik echt plagiaat heb gepleegd. Plagiaat gepleegd? Maar het wil wel zeggen dat ik heel in was in Arme Lampil en de reeks. En ik vond het fantastisch. Ook de verhoudingen tot de andere tekenaars komt er aan bod. Frank, hè, eigenlijk als een god aanbeden wordt en dat er altijd persoonswisselingen zijn met de fans. Er staat al een hele lange rij voor alle andere tekenaars en niemand voor hem. Dat is voor hem, ja. Het gaat over conventies, het gaat over thuis. Het is een thuiswerkend beroep, wat natuurlijk toen niet zoveel bestond. Daar gaat het over de relatie met zijn vrouw, de relatie met zijn slager. Het is zeer leuk. Wat er ook zo leuk is aan het eerste album, is dat het wat vrijer getekend is. Volgens mij is het ook begonnen als een soort lollig dingetje. Mm-hmm. En dat was dan zo populair dat er uiteindelijk 7 albums van zijn gekomen. Maar het was, zo was het aanvankelijk niet bedoeld. En dat vind ik, dat voel je ook een beetje en dat geeft het ook lucht. En daardoor is het ook zo leuk. Die Arme Lampil, die eerste gags, die hebben ook geen vierkant. Dat is allemaal wat losser getekend. Geen lijntjes rond de kaders. Nee. Dat vind ik tof. Ja, nee, en er is inderdaad ook, zelfs met het tweede album, is echt een stijlverschil, vind ik. Bijna, ja, hè? Klopt. Het is iets. Dan werd het voor echt zo. Ja, ze merkten van, het heeft toch succes, dan gaan we toch serieus werk ervan maken. En nu, er zijn maar 7 albums van verschenen, dus dat is eigenlijk ook niet heel veel. Nee. Maar ik weet ook niet hoe populair het was. Ja, ik vind het fantastisch, ik vind het zijn beste werk. Het is natuurlijk ook, het 7e album is ook heel leuk, omdat hij daar zelf ook op de cover staat. Hè? Dus daar staan ze, de tekenaar en de schrijver met pistolen rug tegen elkaar, alsof ze een duel gaan uitvechten zo meteen. En dat is gewoon gaaf. Dus die wou ik eerst kiezen, maar omdat jij zei album 1, zeg ik, dan doe ik ook album 1. Dan krijgen we hem samen op de eerste plaats. Maar dus, stomme vraag. Hier zit ik weer. Die titel... Precies niks anders dan stomme vraag. Ik vind dat van mezelf. De titel doet dan uitschijnen dat de tekenaar zijn idee was, neem ik aan. Dat hoeft niet. Colvin doet wel heel de stripreeks zelf overal wel mee. Of anders is hij heel straf dat hij zegt van, weet je wat, we gaan het over haar hebben. En ik schrijf de verhalen waar dat jij allemaal gaat doen of meemaken. Ik denk dat wel een beetje een wisselwerking is, van dat een ander zegt van, vandaag heb ik deze meegemaakt. Ik zal er een scenario over schrijven en dan moet jij het terugtekenen. Maar er moet toch een bepaalde... Ik denk dat hij gewoon anekdotes op conventies en dingen meemaakte. En dat daar gewoon. Een striptekenaar is gewoon, werkt meer tot de verbeelding, denk ik. Als kind lees je een strip en dan weet je dat wordt getekend. Dat dat daar ook door iemand wordt geschreven, is eigenlijk pas later dat je dat realiseert. Ik denk dat het gewoon wel een geesteskind van Covey is, maar of misschien van hun samen. En dat hij gewoon dacht van, het moet wel over een tekenaar gaan. En die gasten, dat lees je ook wel ik zal het nog een keer flapperen, dat album, dat wel vrienden echt zijn. En dat die elkaar er ook wel graag doorsleuren. Dus als jij natuurlijk een scenario kan schrijven waarin je maat eigenlijk een beetje belachelijk maakt, onder goede vrienden werkt dat, is dat heel erg leuk. Het is gelijk je zei, als kind staat je er eigenlijk niet bij stil dat getekend, dat geschreven wordt. Ja. Ik weet niet hoe oud ik was voor ik me echt vragen begon te stellen van Jean-Willy van der Steen, wie is dat bijvoorbeeld? Hè? Ja. Om daar dieper op in te gaan. En dit is dan eigenlijk zo'n gelegenheid om de lezer ook
ja, toe te lichten van kijk, daar wordt wel degelijk over nagedacht hoe dat gemaakt wordt en hoe dat in elkaar steekt. Ja. En welke struggling zo iemand doormaakt. Struggles, en, hè, ja, om ja. Tot een album te komen en dat vind ik wel leuk. Dat vind ik... Heel veel writersblok en working block. En heel veel... ja. Ja, het is een beetje een zure mens en dat is grappig, hè. Dat werkt gewoon op. Dat is grappig. Het is ook... Heel, heel natuurgetrouw. Ja, ja. Heb je dat soms, Wim, ook ondanks het feit dat je een scenarist voor je hebt, heb je dat soms als tekenaar, een writersblok, een drawersblok? En je zegt van, oh, dan weet ik niet waar ik dat moet aanpakken, of zo. Eigenlijk, ik ben nu samen iets aan het doen met Ger Apeldoorn, ja. Voor tijdschrift Maxix. Ah ja. En eigenlijk, ja, ik heb het hier vlakbij me liggen, zo de een paar schetsen. Het is ook zo een beetje geïnspireerd op New York en de Sammy-achtige periode, inderdaad. Alright. Je viel even weg. Ja, nee, dat was even zoeken om die stijl te vinden. En hoe ga ik dat aanpakken? Hoe wil ik dat op papier zetten? Je wilt toch iets anders dan Vertongen en Co. of iets wat je bekend hebt? Ja, natuurlijk. Voilà. En ja, kijk. Daar ben ik wel even mee gaan struggelen en dat heeft even geduurd. Maar nu, als je dan ene keer zo de flow hebt, dan gaat dat wel losser. Je moet altijd proberen iets te maken waarvan je, als het op papier staat, waarvan de lezer de indruk moet hebben dat het al lang bestaat eigenlijk. Ah, ja. En dat is de moeilijkheid. Dat zeg je toch al cool uit, vond ik. Ja, ja, ja. Ja, ik ben er zelf... tot nu toe content van. Wat is de titel van de reeks? Hillary King. Alright. Wauw. Ah, ook een schone, hoe moet ik het zeggen, hoofding van uw strip. Hillary King. En hij heeft die scenario's geschreven en naar jou gestuurd om te vragen of je dat zag zitten. Ja, het worden eigenlijk kort verhaaltjes waar een raadsel moet opgelost worden door de lezer. En op de laatste pagina wordt dan uitgelegd wat de clue is. Hè. Super, leuk. Een soort detectieve-achtig ding. Of iets detectieve-achtig, ja. En het speelt zich af in het New York van de jaren 50. En dus dat is even iets helemaal anders dan ik gewoon ben. Ja, maar dat is leuk, man. Dat is wel tof. Ja. Ja. Ger Apeldoorn was vertaler voor de Junior Press, dus de Nederlandse vertalingen. Van de Amerikaanse comics. En zo zijn we weer terug bij de Weekly Strip enzovoort. Heren, we zijn terug. We hebben de nummer 1 gehad. De nummer 1 was Arme Lampil van... getekend inderdaad door Willy Lambiel. Dus de man die ook de blauwbloesje tekent. Het is van tekenstijl ook hetzelfde. Zeker in de albums 2 tot en met 7. Album 1 is ietsje frisser. Wat dat betreft. Dus... enorme aanrader. Mensen, ga nu naar de stripwinkel Arme Lampiel kopen. Of Blauwbloesem, of Sammy, of Geraf Zerk, of Desdoos de Psy. Weet je wel, doe maar. Koop strips. Heren, ik vond het zeer aangenaam om met jullie over Raoul Covin te spreken. En op deze manier hebben we de top 15 van zijn oeuvre. Wat natuurlijk veel groter is en veel meer is. Behandelen. Ik denk dat we het meeste wel hebben laten op. Allee, toch de groot. Het is ook knap dat iemand. Ik vind het ook altijd eigenlijk knap voordat we dat je wilt afronden. Ik vind het altijd knap dat iemand op zijn palmarès een strip heeft staan dat je on niet strip liefhebbers. Als je daar een top 10 van strips aan vraagt, dat je sowieso de titel genomen van iemand die. En de blauwbloesem is wel. Een van de top 10 strips van Belgische makelij, vind ik. Absoluut, ja. En dat is de Niel Graven. Ja. Ja. Nee, absoluut. Alright, dat waren mooie woorden, Jens. Jens Lambrechts, Wim Swerts, enorm bedankt voor het gesprek. En tot de volgende keer, hopelijk niet over weer het dooien. Toppie. Dank. Bye-bye. Fokcast.
Maar dat is mijn beeld dan alweer zeker. Ja, ja, dat is mijn beeld dan alweer zeker. Ik ben juist gaan sporten, dus ik zal het al maar zeggen. Het is ermee dat ik zo... Maar je ziet er zo sportief en hip uit, met je, korte, met je haar zo in de staart daarachter. En hip. Ja, ik heb een grote beat, dat is hip. Dus, Nou ja, dus en met Nike en shit. Dus hippie dingen. Amelie Albrecht, welkom. Hallo. Normaal gezien moet jij voor mij een film bekijken waar je nog nooit van gehoord hebt. Nu moest je... Voor u heb ik de indruk. Ja, ik geef je graag opdrachten, dat vind ik leuk. Nu moest je een strip lezen. Ben jij iemand die strips leest? Ik wou zeggen... Dit is de eerste keer dat ik in mijn leven een strip heb uitgelezen, maar ik heb hem ook niet uitgelezen. Je hebt hem niet uitgelezen? Maar nee, als kind heb je als kind geen strips gelezen. Ik denk dat ik ooit... Ik had zelf in mijn eigen bezit, zo gezegd, ene strip. En dat was de strip Dinosaur van Disney. Gewoon die film in strip. Ja, ja, de film in stripvorm. Dat is de enige strip dat ik in mijn leven heb uitgelezen. Als kind dan ook. Oh my goodness. Vond je dat een goede film? Vond je dat een mooie film? Ja, dat vind ik wel een cool film. Maar en ook zo... Urbanus strips heb ik wel wat ingelezen, maar het zou mij verbazen dat ik ooit een verhaal heb uitgelezen. Echt helemaal van het begin tot einde gelezen. Nee, dat heb ik niet gedaan. Ja, we zitten hier samen omdat Raoul Covin, zo heet hij, denk ik ongeveer, want ik kan het niet zo goed uitspreken, overleden is. En die heeft heel veel strips geschreven. En ik had gevraagd of jij er eentje wou lezen. Sterker nog, ik heb eigenlijk gevraagd of je er twee wou lezen. En dat heb je gedaan. Ja, je hebt mij een paar reeksen gegeven en dan heb ik tegen mijn pa gezegd, die heeft dat allemaal liggen thuis, dus ik breng het allemaal een keer, want ik herkende de namen wel zo, breng dat van elk zo wat mee en dan heb ik u laten kiezen en jij zet die twee en dat heb ik dan gelezen. Ja, dus jouw vader leest wel strips? Ja, heel veel. Alright, cool. En dus ik heb jou laten lezen G. Raf Zerk. Ja. En Vrouwen in het Wit. Ja. En het was Vrouwen in het Wit nummer 3, want daar staat Superman op. Dat dacht ik al. Ik pakte die eruit en ik zei, ah ja, tuurlijk. Ja, ik had nee, maar ik dacht Vrouwen in het Wit. Nou ja, Amelie Albrecht, jij bent ook een vrouw. Die per se in het wit. Nee, en G. Rafserk. Ja, dat is wel heel donkere humor. Dus ik denk, dat gaan ze misschien nog wel tof vinden. Hier was ik wel een goede fan van. Alleen, vond dat leuker dan Vrouwen in het Wit. Ah ja. Dus je had er natuurlijk nog nooit van gehoord. Ik heb een paar vragen voor over strips. Oké. Okay. Ja, doe maar. Oké. Okay. Er zijn toch strips die een volledig verhaal hebben, hè? Ja, natuurlijk. Want ik was echt in de war. Ik was zo... En ik ging verder en ik zei, ah, dat is een ander verhaal. En ik dacht, is dit hoe strips werken? Voor ik erachter kom dat dat nooit een volledig verhaal is, maar oké. Okay. Dan is het goed. Nee, bijvoorbeeld hè, de blauwblouse, die zat er ook bij. Hè. Dat, wel, zo, hè. Dat zijn hele verhalen. Dat is, ik dacht echt, what the fuck? Maar ja, oké. Okay, nee, dit zijn toevallig twee genres waarin een verhaaltje 2-3 pagina's bestreekt. Of soms 1 pagina. Ja, dit zijn korte verhaaltjes. Ik dacht, met jouw aandachtspannen... Ja, maar echt, dat is verschrikkelijk. Als ik een boek lees, is dat oké. Okay? Dan word ik zo wel meegezogen in een verhaal. Maar zo'n strip, ja, die korte, ik moest echt zo af en toe wat pauze pakken. Zo. Ik kan dat niet lang. Dat is super hard, maar ik ben ook mega in de war. Hoe moet je dat? Dat is te veel info. Moet ik eerst naar die prenten kijken en dan lezen? Of eerst lezen en dan naar die plaat? Ik kan dat niet. Ik kan dat niet tegelijk. Hoe kun je, maar dat is, het is een samen. Het komt samen, hè? Print en tekst, het vult elkaar aan. De meeste mensen denken dat eerst dat plaatje kijken en dan de tekst lezen. Want je wil eerst even zien wie wat gaat zeggen en dan zie je wie wat gaat zeggen. Ik heb tekst gelezen en dan heb ik gewoon zo gebladerd voor de afbeelding. Wat? Ik kon niet zo heel het gegeven opnemen. Hoe kan dat nu? Ik weet het niet. Ik heb zo het verhaaltje gelezen en dan, ah oké, nu is naar de printjes kijken, ah ja. En dan was het zo. Nou, jij bent echt een rare, rare vrouw. Maar goed, dat is niet erg. Maar ik dacht, geen afzeggen, ik dacht dat met die doodgraver en die donkere humor. Ja.
Dat vind je wel leuk misschien. Ja, dat vond ik wel heel leuk. Een paar keer luid op moeten lachen. Ja, alright, super, super. En ja, het is natuurlijk die Raoul Covet, dat is de schrijver. Dus die heeft eigenlijk de grappen geschreven. En dan in het geval van Rafsak is dat die Hardy heeft dan... Ik weet niet wie die man is, maar dat zou ik natuurlijk wel moeten weten. Die heeft dan de preetjes getekend. Ja, merk je hoe ze een grap opbouwen of zo? Zie je hoe die humor werkt? Of onderga je het gewoon? Ik vond het wel aankomen. Ja. Dat ik dacht, ah ja, tuurlijk. Zo dat. Maar ja. Dat zijn eigenlijk sketches, hè? Het zijn eigenlijk sketches. Ja, en soms... Maar, ik moet wel zeggen, ik was niet zo vaak verrast. Dat ik zo dacht, het ging ineens een andere richting. Snapte? Richting uit, zo. Nee, maar ja, jij bent natuurlijk ook... Dat is jouw job, hè? Humor is jouw werk. Ja. Dus ik denk dat dat voor anderen misschien wat meer verrassingen in zou kunnen zitten. Ja, dat is... ja, het ene gaat natuurlijk over een doodgraver. En het andere gaat over... in een ziekenhuis en over... Ja, over, hoe heet het? Verpleegsters en toestanden. Maar ook over die thuissituatie. Het is niet alleen maar... het is daar. Maar dan vond je dat dan minder vanwege de tekeningen of ook vanwege de inhoud? Nee, de tekeningen, ben ik zo neutraal over bij allebei. Allee, nee. Ik denk niet, dit is zoveel mooier dan het ander. Zo, ik vind het nee. Hetzelfde. Maar de grappen zo... Nee, ik vind het gewoon leuker bij die doodgraver of whatever dat is. Ja. Meer in mijn dingen zo, hè, dan. Ja. Maar ik vond met de verpleegsters waren er zo vaak zo... Er is zoiets dat altijd terugkwam. En dat vond ik al heel verwarrend. Want dan denk ik, is het nu een verhaal of is het nu geen volledig verhaal? Maar... En dat is... Ja, want wat ze vaak doen bij strips, of zeker bij gagstrips of bij dat soort dingen, is dat er inderdaad grappen van een pagina zijn, maar dat het wel... Elkaar, dat er wel een soort doorlopende ding is. Ik weet niet of dat nou bij die vrouwen in het wit ook zo aan de hand is, maar dat er inderdaad wel een thema is of zo. Die woont nog thuis en studeert verpleegkunde en die brengt altijd zo een hand of een oog of iets mee naar huis en die pa moet dan altijd kotsen, maar dat is zo altijd wel wat zelfde grap. Ja, klopt. Dan vond ik dat wat minder zo, dat ik bij die een andere strip niet zo... Ja. Nee, inderdaad, als je op een gegeven moment het systeem doorhebt. Dat is natuurlijk wel zo, hè. Nu, die man die schreef ook een miljoen strips. Dus ja, dat er dan een soort systeempje in komt, is een beetje onvermijdelijk, denk ik dan ook. Nee, ja, maar sowieso. Maar ik wil gewoon zeggen waarom dat ik de ene leuker vond dan de andere. Ja. Dat maar is dat iets wat jij leuk vindt? Om bijvoorbeeld, wat je eigenlijk voor Koek en Verhuls maak je eigenlijk ook filmpjes. Dus dat zijn eigenlijk ook sketches, hè. Dat is ook een soort sketch. Ja. Is dat iets wat je leuk vindt om bijvoorbeeld sketches te schrijven? Want een sketch, als je een sketch schrijft en die speelt zich af op een begraafplaats, ja, dan is dat dit, hè? Dan is dat. Maar ik kan dat niet, een sketch schrijven. Voor wat niet? Ik weet dat niet. Je kunt een grap schrijven. Ja, maar zo'n sketch uitwerken, dat lukt mij niet. Dat is heel mat. Ja, ik kan daarover brainstormen en ik kan daarover maar zo echt uitwerken. Ik kan dat niet. Ik zou dat niet kunnen. Ik zou geen strip kunnen schrijven, denk ik. Maar je kunt wel een grap verzinnen. En waar stopt het dan? Tussen het schrijven van een grap en dat dan uitwerken naar een sketch? Ik weet dat niet. Er blokkeert zoiets bij mij. Dat is mega maf. Dat is ja. Ik weet, misschien komt dat nog wel dat ik dat ooit ga kunnen of zo, maar dat lukt niet. Ja, wie weet. Ja, waarom niet, hè? Ja. Ja. Nee, maar ja, nu voor... Als je... Is dat meestal zo, dan doe ik gewoon maar wat mijn ding, hè. Ja, maar ja, dat moet wel ook, dat heeft een premisse en dat heeft ook een grap. Dat wel. Maar dat zou ik wel kunnen, een idee, een vaag idee. Maar echt zo letterlijk deftig, ja, dat is moeilijker. het idee is er, begin, midden, eind, en dat is dan de eindjoke. Allee, we vertrekken en... Ja? Ik vertrouw op talent. Ik denk dat daar ook een beetje is, omdat jij natuurlijk vanuit het gevoel, hè, vanuit de buik of hoe je dat wil noemen, of vanuit het hart, je vertrekt vanuit, en als je wat analytischer, als je meer weet hoe... Want als jij zegt,
Hè, ik lees die strips en ik snap wel waar de grap naartoe gaat. Dan heb je wel dat analyserende vermogen. Dus als je dat ook zelf toepast, kan dat wel, hè? Het zou een schone wereld zijn, moest ik alles zelf toepassen. Dat ik, Hey, en heb je nou zin om die strip uit te lezen en om andere strips nog te lezen? Nee. Nee? Maar ik beloof u, deze ga ik wel uitlezen. Oké. Okay. Morgen of zo, ik zal hem uitlezen gewoon om te kunnen zeggen dat jij mij een strip hebt. Heb toen lezen. Hey, en want je vader heeft ook nog Agent 212 en de Blauwbloesem en Sammy. Ja, ik bedoel, Sammy en de Blauwbloesem, dat zijn wel verhalen die in één keer doorgaan. Het een gaat over de Amerikaanse burgeroorlog, de blauwe tegen de grijze, hè, het noorden tegen de zuidelijke. En Sammy gaat over het detective ding in de jaren 30, 40 in Amerika. Zijn dat dingen waar je geïnteresseerd ook was? Of had ik de juiste... Dat ding zijn, denk ik. Ja, hè? Ik denk dat ik het juiste gekozen dat, hè? Ja, omdat dat zijn dan ook... Inderdaad, ja, die sketches, hè, dat vind ik dan leuker dan zo'n volledig verhaal, denk ik. Ja. Ja, plus dan moet je het ook helemaal uitlezen. Nu kon je, als je de helft van dat boek gelezen hebt, dan snapte je wel ongeveer wat over ging. Maar goed, je gaat beloven dat je geen rafzerk, dat je die gaat uitlezen, hè? Ja, ik beloof het. Oké. Okay. Kijk, super bedankt dat je dit wou doen. En op naar de volgende. Oh, de volgende, weten we al. Het volgende wat jij moet doen is Detective Pikachu bekijken, omdat ik een Pokémon-aflevering ga maken. Mogelijks harder tegen mijn goesting dan Star Wars. Ja, die film valt wel mee. Die film valt wel mee. Ja, ik heb Pokémon-kaarten gehad vroeger, maar ik heb daar eigenlijk nooit echt naar... Daar gaan we het volgende keer over hebben. Ja, ja juist, ja. Oké. Okay. Ik ben een hele harde Pokémon-fan. Alright, nou, in ieder geval... Even raas. Goed, lieve schat, tot de volgende keer. Bedankt dat je even mee wou doen. Bye-bye. Bye-bye.